fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Mijn naam is Gilbert Isabella en sinds juli 2019 ben ik uw burgemeester in onze mooie gemeente Houten. Mijn naam is Rosa Molenaar, ik ben wethouder in de gemeente Houten namens ITH. Mijn naam is Ria Vrowijn, namens ITH ben ik wethouder. Hallo, mijn naam is Paul van Ruitenbeek en ik ben wethouder voor Natuurlijk Houten. Mijn naam is Sander Bos, wethouder voor de gemeente Houten. Mijn naam is Wouter van den Berg en ik ben wethouder voor de SGP in Houten. Mijn portefeuilleonderdelen zijn natuurlijk openbare orde en veiligheid. Ik ben voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders en natuurlijk van de gemeenteraad. Mijn portefeuilles zijn economische zaken, inwonersparticipatie en wonen. En ik hou me bezig met onderwijs, gezondheid en preventie, dierenwelzijn, sport en kunst en cultuur. Ik heb in portefeuille de jeugdzorg, invoering van de omgevingswet en natuurlijk het thema duurzaamheid. En ik hou me met name bezig met financiën, werk en inkomen en jeugd. Drie belangrijke van mijn portefeuilles zijn het goed, heel en veilig houden van de openbare ruimte, het op de kaart zetten van de Houtense geschiedenis en natuurlijk het leefbaar houden van ons mooie buitengebied waar we nu ook zijn. Mijn motto is om positief in het leven te staan en te kijken naar de mooie dingen die het leven ons biedt. Ondanks tegenslagen die er ook zijn. Mijn levensmotto is, je kan pas echt van je leven genieten als je een fijn thuis hebt. In beweging zijn, in beweging blijven en in beweging brengen. Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt. Ja, ik heb nog een tegeltje. Geniet van het leven, ook al duurt het nog even. Super. Nice. Om God lief te hebben boven alles en om te zien naar mijn naasten. Achter mij ziet u het Meranti-hout en daar vangen wij vanuit de gemeente de vluchtelingen uit Oekraïne op. En ik neem u mee naar binnen, want samen met Danny en Erika, die als gastgezin hebben opgetreden, ga ik praten met hen en met Alexandra en haar zoon Neil. We gaan zo op bezoek bij Sylvia, een inwoner van Houten. Zij heeft een urgentieverklaring en zij is op zoek naar een nieuwe woning. Op dit moment is dat nog niet gelukt. Terwijl ze in 2022 heel hard haar best heeft gedaan om een passende woning te zoeken. Als wethouder kunst en cultuur vind ik het geweldig om hier in theater aan de slinger te zijn. En daar gaat iets bijzonders gebeuren. Als het doek valt. Ik sta hier dan ook voor het energiehuis, wat een belangrijk onderdeel is van mijn portefeuille. Vandaag staan we in Enter en gaan we met jongeren in gesprek tijdens een kerstdiner wat ze hebben georganiseerd. We zijn hier in Tullentwaal bij dit mooie kerkje en we gaan spreken met Natasja, een van de betrokken inwoners van Tullentwaal. Loop maar mee. Loopt u met me mee? Gaan we naar binnen. Kom je mee? Loopt u mee? Loop je mee? Kun je iets vertellen over wie jullie zijn en wat jullie het afgelopen jaar hebben gedaan? Ja, wij zijn Danny en Erika en wij wonen in Houten-Zuid. En we hebben het afgelopen jaar Neil en Alexandra opgevangen en zij komen uit Oekraïne. Mooie opvang geboden. En wat was de reden dat jullie dat wilden doen? Nou ja, wij hadden vanaf het begin af aan dat de oorlog uitbrak, hadden wij altijd het gevoel dat we iets extra's moesten doen. En samen met onze drie kinderen hebben we gemeend ruimte te kunnen bieden aan vluchtelingen. En we kwamen in contact met Alexandra en Neil. En we zijn ontzettend blij dat we ze hebben kunnen helpen. Heel mooi om te horen. Dan ga ik eens even naar Neil en Alexander. Welkom hier in Houten. Can you explain us what this last year meant to you? We think that the last year for us was like a rebirth. Because before this year, we even couldn't imagine that we will be in the Netherlands. En wat zou jullie wens zijn voor 2023 voor onze inwoners in onze prachtige gemeente Houten? Ja, ik denk dat ik namens iedereen spreek, dat we natuurlijk iedereen heel veel liefde, geluk en gezondheid wensen. Maar bovenal heel veel meer vrede in de wereld en meer respect voor elkaar. Dankjewel. En Neil en Alexander, wat would be your wish for the next coming year 2023? Of course, the first thing we wish that the war will stop
and peaceful, and will peaceful be peaceful sky. In our yeah peaceful sky in our country, and all people will be safe like in the past. Om vrede te hebben en ook weer een goed leven te houden in de, eigenlijk in de hele wereld. Ze is dwong Christoven. En een gelukkig nieuwjaar! Hallo Sylvia, dankjewel dat we even langs mochten komen. Kan je kort vertellen wie je bent? Ik ben Sylvia Deurwaarder en ik ben bijna 4 jaar woonachtig in Houten. En fijn dat je langs wil komen vandaag. Kan je ons vertellen hoe je terugblikt op 2022? Ja, dat was een bijzonder jaar op vele fronten. En met name dankzij jouw inzet kan ik nu met de urgentie kijken voor een andere woning. Het is heel fijn dat je zo persoonlijk betrokken bent geweest dit jaar. Nou, ik heb het heel graag gedaan. En wat is je wens voor de Houtenaren, voor het nieuwe jaar? Ik wens iedereen een heel mooi gezond jaar toe. Met nieuwe kansen, nieuwe ervaringen en in goede gezondheid. Sylvia, dankjewel voor dit gesprek. Ik bied je bij deze een kerststukje aan namens het college. En we wensen jou een heel fijn en warm thuis toe in 2023. Dank jullie wel. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Hallo, Gonnie en Rini. Wat fijn dat we hier zijn. Jullie iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben Gonnie van Zijl. Ik ben 57. Ik woon hier met mijn man al 18 jaar in Houten. En ik ben Rini Bloemheuvel. Ik woon al 40 jaar hier in Houten. Ik heb 2 kinderen en 2 fantastische kleinkinderen. En ik heb altijd heel veel in het vrijwilligerswerk gedaan hier in Houten. En ook bij een theaterstuk achter de schermen. En nu dacht ik, hé, dat is wel leuk. En een stuk nu voor de schermen. Ik zou jullie willen vragen, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, wat kun je daar nog over vertellen? Voor mij persoonlijk is het afgelopen jaar wissel geweest tussen baan. Maar verder is het voor mij eigenlijk een heerlijk rustig jaar geweest. En ik heb weer een fantastisch jaar gehad, genoten van met de caravan. Want een mooiere zomer als deze zomer hebben we niet kunnen krijgen. En ja, de winter is vorige week eventjes om een hoekje komen kijken. Maar hoe leuk is het dan in Houten op de plassen. En wat zouden jullie wensen voor ons Houten, voor al onze Houtense inwoners voor het volgend jaar? Nou, ik zou wensen veel liefde, veel gezondheid, heel belangrijk. Kijk wat meer naar elkaar om. En ik hoop dat Houten weer een beetje mag bruisen. Okay, ja. Ja, en eigenlijk kan ik me daar gewoon bij aansluiten. Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar! Hallo Katrin en Mick, hartelijk welkom. Fijn dat jullie vandaag tijd voor ons vrij konden maken. Ik ben heel benieuwd, wat doen jullie precies bij Energierijk Houten? Nou, leuk Paul dat je hier vandaag bent. Ik ben Katrin Larsen, ik ben coördinator van Energierijk Houten. En wat wij doen is dat wij bewoners informeren, inspireren, ondersteunen en ontzorgen. Bij het verduurzamen van hun huis. En dat is zowel voor eigenaar bewoners die met hun hele huis aan de slag gaan. En ook voor huurders die kunnen ook besparen in hun huis. Dus daar helpen we ze ook bij. Mijn naam is Mick Zwart, ik ben communicatiemedewerker bij Energierijk Houten. En ik zorg samen met Katrin en alle vrijwilligers ervoor dat onze boodschap en onze informatie via alle kanalen die er maar zijn tot alle inwoners van de gemeente Houten komen. Ja Katrin, we kijken terug naar 2022. Hoe is dat voor jullie geweest bij Energierijk Houten? Nou, het is een heel goed jaar geweest. Na corona zijn we volop opgestart en we hebben dit jaar echt waanzinnig veel gedaan. We hebben bijna 80 vrijwilligers, dus die hebben echt enorme inzet gepleegd om mensen in Houten op weg te helpen. En we hebben natuurlijk een samenwerking met de andere organisaties in het Energiehuis, dat een mooie opening heeft gehad eind oktober. En wat nu gewoon wekelijks geopend is, waar alle bewoners op bezoek kunnen komen om zich de eerste stap te gaan zetten of de volgende stappen te gaan zetten. Nou, hartstikke mooi. 2023 staat alweer voor de deur. Wat zijn de plannen en de ideeën voor het komende jaar?
Nou, we hebben een hele mooie wens voor 2023 en dat is om samen met al onze vrijwilligers en alle andere organisaties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energieinhoud en natuurlijk ook samen met de gemeente zoveel mogelijk nieuwe bewoners, en het is een wens, dus ik zeg alle bewoners van de gemeente Houten, te bereiken en verder te inspireren om energie te gaan besparen en duurzame energie op te wekken. Helemaal goed. Kom maar bij, jongens. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een energierijk 2023. Hallo Milan en Floor. Hi. Wat leuk dat we hier mogen zijn hier bij Enter. Ja, welkom. Ja, tuurlijk, welkom. Dankjewel. Zou jullie wat over jezelf willen vertellen? Ja, ik ben Milan, ik ben 16 jaar en kom hier 3-4 jaar. Ik ben Floor, 23 jaar en ik kom hier als vrijwilliger onderhand 6 jaar weer. Hoe is 2022 bij jullie verlopen? Druk, liefdevol, ja, veel veranderd vooral. Ja, bij mij ook inderdaad wel chaotisch, veel dingen veranderd, onder andere verhuisd. Maar inderdaad, zoals hij is ook heel liefdevol, want we merken ook in Enter, iedereen hard werkt om weer een beetje feest en dingen op de rand te krijgen. Dus dat zeker met je eens. Ja. Klinkt ook leuk. Ja, en altijd zeker. Heel gezellig. Ja, ja, dat ga je hier op het kerstdiner nog wel merken. Leuk. En wat wensen jullie Houten toe voor volgend jaar, voor 2023? Warmte, vreugde, een beetje een cliché natuurlijk. En ja, veiligheid, fijne feestdagen, lekker met familie en vrienden. Ja, belangrijk. Ja. Ja, geniet van het leven, ook al duurt het nog even. Dat is mooi, ik kan op een tegeltje. Fijne feestdagen! Fijne feestdagen! Hey Natasja, wat leuk dat we in dit mooie kerkje van Tunnelbaal mogen zijn voor het kerstfilmpje. Wie ben jij? Ik ben Natasja Verbreek. Ik woon nu samen met mijn man en 3 zoons alweer 7 jaar in dit mooie dorpje, Tunnelbaal. Ja, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Ik vond het afgelopen jaar wel heel bijzonder, met een pandemie die tot zijn einde kwam. Maar waardoor we gelukkig wel weer elkaar konden ontmoeten. Hier in de kerk, maar ook in het gebouw hier in Tunnelbaal, waar we onze maandelijkse koffieochtenden houden. Wat is jouw wens voor 2023? Ja, ik wens iedereen een fantastisch, liefdevol en gezond 2023 toe. Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!